Kenny van Wegel pakt goud in Rio. Vliegroute Lelystad Airport boven Elburg. Nieuw magazine 100 jaar visafslag. Hartelijk welkom bij het weekoverzicht van de lokale omroep Elburg. Dit is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Fijn dat u weer naar ons kijkt. Wieler Kenny van Wegel uit Elburg heeft afgelopen maandag 12 september een gouden medaille gewonnen op de Paralympics in Rio de Janeiro. Van Wegel, die 35 jaar oud is, kwam op de 400 meter tot een tijd van 46,65 seconden. Goed voor een eerste plaats. Het was voor de Elburger alweer de tweede keer dat hij goud won op de Paralympics. Eerder won hij op dit onderdeel al goud op de Spelen in Athene, dat was in 2004. Op zijn vijfde Olympische Spelen komt Kenny nog een paar keer in actie. Vooral op de 200 en op de 100 meter wielen zijn er nog medaillekansen voor hem. Simon Boer uit het Harde heeft zondag jammer genoeg net naast de medailles gegrepen op de Paralympics in Rio. De zwemmer werd vierde op de 100 meter schoolslag in de categorie SB7. Ook voor de zwemmer zijn de spelen nog niet over, want hij komt met het Nederlandse team nog een keer in actie op de wisselslag. Mevrouw Ter Achter van Zoeren is zondag 11 september 2016 103 jaar geworden. Daarmee is ze de oudste inwoner van Elburg. Op maandagmiddag kwam de burgemeester Frans Lange persoonlijk bij haar langs om mevrouw Ter Achter te feliciteren. Gerrit van Kolthoorn heeft onlangs een interview met haar opgenomen dat zal worden verwerkt in een documentaire over haar leven in Elburg. Wanneer de documentaire wordt uitgezonden, laat de Lou u tijdig weten. De Bottendagen 2016 zijn zeer succesvol verlopen, mede te danken aan het schitterende weer. Vele tienduizenden bezoekers genoten van de monumenten in de stad en de historische botters in de haven. Zelden waren er meer botters te zien in Elburg dan dit jaar. De plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport zijn ver gevorderd. Wat betekent de komst van zo'n groot vliegveld voor Elburg? Wat hangt Elburg letterlijk gezien boven het hoofd? We spreken hierover met een bezorgde Elburger, Koen van der Zwaag. Wat hangt Elburg boven het hoofd? Ik ben bang voor erg veel geluidslast. Ja. Erg veel geluid. Ja. Dat komt omdat de vliegroutes van de Lelystad Airport langzamerhand in de loop van de plannen een beetje zijn opgeschoven. Wat is de laatste stand van zaken? De laatste stand van zaken is dus gewoon dat hier bijna over Elburg heen gevlogen wordt. Dus met het stijgen, maar ook met het landen. Hoe ze dat precies doen, dat weet ik niet. Maar als je op de brug zou staan naar de polder toe, ja, dan heb je aan de rechterkant een eiland. Boven dat eiland is precies midden van de vliegroute. Ja. Dat was de laatste stand wat ik gehoord heb. Maar inmiddels zijn we al 3-4 keer zijn die standen veranderd. En komt steeds dichter bij Elburg. Ja. Nou stond in de krant van de wethouder Jan Polinder dat hij zegt dat de vliegtuigen boven Elburg op ongeveer 6000 voet, dat is 1800 meter, boven Elburg zullen gaan vliegen. Hoeveel geluidsoverlast betekent dat? Volgens de papieren is dat ongeveer 48 decibel. En hoeveel is dat? Om te vergelijken voor ons is dat eigenlijk als je een snelweg hebt waar je 30 meter vanaf woont. Zo. En dat is natuurlijk geen kleinigheid. Nee. En ik ben bang dat het niet goed is voor Elburg, dat weet ik wel zeker. Ja. Een andere vraag is, dat is natuurlijk ook voor de kijkers interessant, om hoeveel vliegbewegingen gaat het eigenlijk? Nou, uiteindelijk gaat in eerste instantie om 2500 vliegbewegingen. En over in de jaren 40 zullen we dus 45.000 vliegbewegingen hebben. Dat betekent ongeveer ieder uur tussen de 7 en 8 vliegtuigen die dalen en landen.
Zo. Dus we kunnen echt wel zeggen dat Elburg een serieus geluidshinderprobleem gaat krijgen. Zonder meer, durf ik echt ja op te zeggen. Wat verwacht jij dat dat betekent voor de omgeving, voor de stad, voor de noordwestelijke Veluwe-route? Nou ja, ik vind het een ontzettende kapitaalvernietiging. We hebben ontzettend veel tijd erin gestoken, geld ingestoken. Het toerisme, dat zal dus af, dat zal veel minder worden. Dus ook minder werkgelegenheid, want de mensen uit het westen, die ontvluchten daar de drukte, die komen hier voor de rust, de parel van de Veluwe. En wat gaan we er nou van maken? Ik ben bang dat men dat niet zo goed ziet. Nou is het zo dat die vliegroutes, die zijn een beetje opgeschoven. Eerst gingen ze boven Harderwijk, Nunspeet, later Kampen. Ja. Wat is de reden dat ze nu toch allemaal boven Elburg komen vliegen? Nou, ik denk dat er onderhandelingen is geweest, in een groep is onderhandeld. Dat is begonnen bij Nijkerk, Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet enzovoort. En ook de groep Oldebroek was erbij, de groep Zwolle was erbij, Kampen was erbij betrokken. En we deden alles gezamenlijk. En dat is ook gezamenlijk onder de visie van de provincie heeft die plaatsgevonden, de gesprekken. Maar uiteindelijk is het beter bevonden om zo min mogelijk mensen last te krijgen, zijn die routes steeds opgeschoven. En dat vind ik raar. En ik vraag dus mij eigenlijk af of er ook wel overleg is geweest tussen Dronten, Biddingshuizen en Elburg. Want het zijn dus de meest betrokken gemeenten zijn dat geweest. Ja. Dan en dan op een gegeven moment hield het op. En heeft Nunspeet, die heeft voor het laatste heftig gereageerd. En Oldebroek schijnbaar ook. En dat zal ook wel hier gedaan hebben. Maar ik werd dus op een gegeven moment, denk ik, maar ik merk niets van Elburg. En dat vond ik dus jammer. Ja. Vandaar dat ik aan de bel getrokken heb. Ja. Heb jij het idee dat dit onderwerp voldoende op de agenda staat? Dat men zich voldoende bewust is van wat er aankomt? Ik denk het niet. Ik denk de mentaliteit hier van ons is dus eerst eens even afwachten, eens eventjes kijken. Ja, het is hier zo'n spreekwoord van als je stille ligt, de minste pine. En dat is ook eigenlijk is dat wel zo. Maar het gevaar hebben we eigenlijk misschien niet eens zo erg gezien. We zijn veel te gemoedelijk, veel te lief. Ja. We zijn nog niet westers geworden, denk ik. Ja. Een andere vraag is, de wethouder Polinde suggereerde dat ook al in de krant, die aanvliegroutes lijken nu vast te liggen. Ja, denk jij daar ook zo over? Daar denk ik niet zo over, omdat men zelfs nog moet vaststellen dat 42 molens moeten verplaatst worden, dat weten ze wel. Maar de routes die liggen nog niet vast, maar men weet niet welke molens men weg gaat halen. En als je dan kijkt, een molen die kost al gauw 2 miljoen, dan praat je dan al over 80 miljoen die ze opruimen. En ze hebben wel gezegd dat de routes vast liggen, maar ik denk dat er wel erg veel reclame van is, van het vliegveld. Naar ons toe. Dus we zijn een beetje overdonderd. Ja. Overroeld, of hoe wil je het noemen. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Nee. We weten in ieder geval wel dat het vliegverkeer dicht boven Elburg een grote overlast gaat betekenen. Ja. En het zou goed zijn dat dat natuurlijk op de agenda komt te staan om te kijken of we er nog wat aan kunnen doen. Heb jij nog initiatieven of suggesties voor de bestuurders in deze periode? Ik heb wel suggesties voor ze. Ik moet wel even zeggen, ik heb alle partijen heb ik dus gebeld. En de een weet wat meer dan de ander. En er komen dus vragen voor de aanstaande maandag. Dan is een openbare vergadering. Daar kan iedereen dus heen. Wordt dit in het openbaar, zal de wethouder volgens mij zal dat al antwoorden opgeven. En daarna moet je maar zien wat er verder gebeurt. Het is natuurlijk ook zo, wat meneer Polender ook zegt terecht, het is een hoofdpijn dossier. Dus ja, hoe dat afloopt, dat weet ik ook niet. Nee. Want ik denk dat boeren, burgers en buitenlui, dus 3xB, dat we toch wel een beetje aan de bel moeten gaan trekken. We moeten ook laten zien dat we Elburger zijn en niet maar een beetje afwachten. Dat kan niet. Nee. Beetje actief worden. Hartelijk dank voor dit interview en van jouw visie op de
komen de geluidsoverlast van Lelystad Airport. Ik denk dat het niet de laatste keer is dat op de Loe hier aandacht aan wordt besteed. Hartelijk bedankt voor het interview, Koen van der Zwaag. Ja, hey, dankjewel. Op 10 september 2016 heeft burgemeester Frans de Lange een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Evert van der Pol uit het Harde. Dat gebeurde tijdens een jubileumconcert in de Heineken Music Hall in Amsterdam, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Van Gelder Groep, waarvan Evert van der Pol directeur-eigenaar is. Het concert werd gegeven door André Rieu met zijn voltallige Johann Strauss Orkest, werd bijgewoond door personeel en relaties van Van Gelder. Evert van der Pol ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van Gelder is vooral bekend als wegenbouwer en biedt werkgelegenheid aan 900 medewerkers in het hele land. Het hoofdkantoor is gevestigd in Elburg. Museum Niels. Museum Elburg heeft een nieuwe website, www.museumelburg.nl. De nieuwe site is een zogenoemde responsive website. En dat betekent dat de site zich automatisch aanpast aan de grootte van je beeldscherm. Of dat nu een computer, een tablet of een mobiele telefoon is. De nieuwe website is gemaakt door Brenda Roos Communicatie. In Museum Schul Elburg is nu een nieuwe tentoonstelling met prachtige beelden van Hanna Oren Huppert, een van oorsprong Russisch-Joodse kunstenares. Haar beelden zijn vaak vrouwenfiguren en geïnspireerd door de gevolgen van de oorlog. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 7 januari. De tentoonstelling Zuiderzeewerken in Museum Elburg is wegens succes nog verlengd tot en met 24 september aanstaande. Voor de vakantie werd op de Stadsweg tussen het Harde en de Hoge Enk een snelheidsbeperking van 60 km per uur ingesteld. De Loe ging kijken of de nieuwe verkeersmaatregel het gewenste effect heeft. In eerste instantie waren de snelheden behoorlijk aan het minderen, dat kon je duidelijk merken. Binnen 10 minuten nadat Wessels het bord heeft onthuld, kon je dat ook al zien. Alleen je merkt wel heel duidelijk dat wanneer de mensen die niet van hier vandaan komen, dat die dus behoorlijk zich netjes aan de regels houden. Dus netjes op 60 kilometer blijven rijden. Het werkverkeer, met name 's morgens vroeg en ook 's avonds, dat bekend is met deze route, de sluiproute eigenlijk, houdt zich daar niet aan, heel duidelijk. En Wessels heeft ook heel duidelijk gezegd, vooral met de op- en afritten die we hier hebben. Ja, dat zijn best wel gevaarlijke situaties. Wij hebben zelf hier een bed and breakfast die behoorlijk goed bezet is. Maar ja, die dan ook heel vaak moeten meemaken dat het een gevaarlijke situatie is. Als mensen zich niet aan die snelheid houden en bij ons van de Dam af moeten, ja, dan hebben ze toch gauw de auto's vlakbij hun. En dat maakt die situatie wel eens lastig, ja. Schaakles. E2, E4... E7, E5, paard G1 naar F3, inderdaad, dat zijn de openingszetten van de Spaanse opening. Wie zijn schaakkennis wil opfrissen of gewoon wil leren schaken, kan terecht bij de schaakvereniging Kaiza uit Elburg. In oktober en november van dit jaar biedt Kaiza gratis schaaklessen aan voor zowel jong als oud. De lessen worden gegeven in het Huiken en de lestijden komen in overleg tot stand met de leermeester van Kaiza. Margriet Nauta van Kaiza is de contactpersoon. Haar gegevens vindt u allemaal op de website van de Loe. Op maandag 19 september 2016, aanstaande maandag, vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19, te Oostendorp, en begint om 19:30. De raadsvergadering is overigens ook rechtstreeks op Loe TV te volgen. Het wijkcomité Oosthoek Vrijheid vergadert op woensdagavond 21 september aanstaande in het Huiken. Dat is aan de Lange Weide 33 in Elburg. U wordt daar ook van harte voor uitgenodigd voor het inloopspreekuur. En dat is van 19:30 tot 19:00 s'avonds om onderwerpen aan te kaarten die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité. Als u van het spreekuur gebruik wilt maken,
wordt u vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden per mail bij de voorzitter van het wijkcomité. Op zaterdag 24 september 2016 staat Elburg in het teken van bier, koetsen en mode. Het is traditie geworden om op de vierde zaterdag in september het nieuwe bokbier feestelijk in te halen. De vaten bokbier worden per schip aangevoerd, waarna biergenootschap Het Witte Paard het eerste vat aan de haven rond 12:30 zal aanslaan. Daarna worden de nieuwe vaatjes bokbier bij de diverse horecagelegenheden langsgebracht, begeleid door de Stadskapel en de Hellebaardiers. Bokbierdag valt samen met de koetsentocht. De passage van prachtige historische koetsen zal rond 12 uur plaatsvinden aan de haven. Het défilé van de koetsentocht is dan om 16:45 op de Vismarkt. Zeemans Cor Kop van het Ende verzorgt dan de afsluiting van de bokbierdag. En op diezelfde zaterdag trouwens vindt de Dr. Oldhuis wandeltocht plaats met start en finish in de Kloostertuin. En die wordt gevolgd door een modefeest in de trouwzaal van Museum Elburg. De Wereldwinkel en Mona Lisa presenteren dan hun najaarscollectie. Kijk voor meer informatie op de website van de VVV, www.vvvelburg.nl. De Scola, de nieuwe opvallende school aan de Arend de Boekoplaan, is voor de zomervakantie al in gebruik genomen. De officiële opening vond aan het begin van dit nieuwe schooljaar plaats. En natuurlijk was de Lou erbij aanwezig. De oud-uitkundige vereniging Arend de Boekop heeft in het Gruithuis het jubileumtijdschrift gepresenteerd over de geschiedenis van de visafslag. Kijkt u naar een reportage van de Loe. We hebben vanavond 100 jaar visafslag gepubliceerd in boekvorm, in tijdschriftvorm. Een magazine heet het officieel. Dat is nieuw in de geschiedenis van Arend de Boekop. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. We hebben vanavond hier ongeveer zo'n 60 mensen op bezoek gehad. Familieleden van de families Antgoor en Van Triest, dat waren wel eigenlijk de belangrijkste mensen die vanavond hier in beeld stonden. We hebben een eerste exemplaar en een tweede exemplaar, of eigenlijk twee eerste exemplaren gepresenteerd aan Kobi Geschieren aan het Goor, de oudste dochter van de directeur visafslag van Elburg, en aan Artie Petersen van Triest, dat was eigenlijk de teller afslagen van onze visafslag, daar de oudste dochter ook van. We hebben een geweldige avond gehad met heel veel Elburgse tinten. De geschiedenis breed gepasseerd en over de inhoud van ons tijdschrift, wat overigens verkrijgbaar is vanaf morgen bij Boekhandel van de Pool. En morgen is dan woensdag. Dat zal Annette even vertellen, wat is de hoofdlijn eigenlijk van ons tijdschrift? Ik heb een hele stapel jaarverslagen gekregen van Willem met het verzoek van wil jij daar eens naar de pareltjes gaan zoeken die daarin staan. Dat heb ik gedaan. Ik heb er een chroniek van gemaakt. Dat is een behoorlijk deel van deel 4 geworden. Daarnaast heb ik ook twee interviews gehouden. Dat was voor mij ook voor de eerste keer, want ik ben helemaal niet zo'n interviewster. Ik heb Gerjan Ruiten geïnterviewd, de jongste suppoost van de visafslag. En ik heb Steven Jansen geïnterviewd, ervaren suppoost die al jaren aan het roer van de visafslag staat als suppoost. Deze man die heeft veel kennis en kunde in huis om te vertellen, ook aangaande de onderwijsleerlijn. Die heeft hij opgezet voor de basisscholen in Elburg. En daarnaast vertelt hij ook met veel verve aan de bezoekers in de visafslag van het wel en wee van vroeger aangaande de visserijverleden. We hebben hier net nog een informeel samenzijn gehad en dan hoor je van alle kanten, dit was nou echt weer een ouderwets avondje Elburg. En dat is mooi, want wij hebben de taak natuurlijk als vereniging om het verleden door te geven aan de jeugd. En dan vind ik het symbool van de jeugd, die was hier vanavond, Gerjan Ruiter. En dat is een VWO 5 leerling. Op het Nuborg College. Geweldig dat zo'n jongen zich zo op die leeftijd inzet en dat hij het symbool is van het doorgeven van een prachtig stuk geschiedenis. Dit was alweer een greep uit het nieuws van deze week. Volgende week komen we graag bij u terug. Hebt u tips of wilt u meewerken aan dit weekoverzicht? Laat het ons weten op redactie
lou-elburg.nl. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot volgende week.